Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben vandaag weer begonnen met werken. Momenteel werk ik 4 uurtjes, halve dag om weer in het ritme te komen. En om mijn rug nog een beetje te ontzien. Ben ik begonnen met 4 uurtjes. En vandaag begonnen. Morgen en overmorgen nog 4 uurtjes, dan 6 uurtjes, 2 dagen. En dan is de week weer voorbij, dan is het weer weekend. In ieder geval. Ik wil, als het goed is, ja, ik zeg altijd ik wil, want ik heb af en toe nog wel eens eventjes een momentje. Dat ik een heleboel wil, maar dan ineens gaat het allemaal weer niet lukken, want dan ben ik te moe of heb ik geen zin in. Maar ik heb nog een hele leuke plek waar ik naartoe wil in Rotterdam. Binnenkort wil ik daar naartoe gaan. Ik weet nog niet wanneer. Ik heb eigenlijk in de planning woensdag, maar ik weet het nog niet zeker. Dus hou me er niet aan op. In ieder geval wil ik nog een leuke vlog gaan opnemen. Ik wil dat toch eigenlijk weer even op beeld hebben. Want dat vind ik toch altijd wel leuk om dat even te filmen altijd. Ik heb dat nog niet echt op camera. En ik moet snel wezen. Want dadelijk dan hoeft het niet meer. Dan weten jullie al een klein beetje wat voor vlog het gaat worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning eigenlijk een beetje. Dat gaat hem in ieder geval. Ik hoop dat het gaat worden. Want ik wil dat echt nog even filmen. Oh, ik doe even het gordijn even dicht alvast. Ja, ik ga zo weer slapen jongens. Want het is al avond en ik ben ontzettend laat met uploaden. Als het goed is, als jullie dit gezien hebben, dan hebben jullie 2 video's achter elkaar gezien. Die Euro Truck Simulator. Video heb ik online gezet en ik heb deze vlog online gezet. Vlog 1259 als ik het goed heb. Ja, 1259 is het. Dus in ieder geval. Ik ben in ieder geval weer begonnen. Ik ben 2,5 week thuis geweest. Het wordt wel weer tijd om weer te gaan beginnen met werken, jongens. Dus ja, dat in ieder geval. Dus ik ben lekker televisie aan het kijken. Ik heb weer een lekkere klootserver voor mij gemaakt. Ik vind het altijd leuk om zo'n server te maken. Ja, ik had het verleden keer geprobeerd. Maar het gaat dus niet omdat ik dingen moet instellen op mijn computer. Je moet een poort opengooien en dan pas kunnen andere mensen jouw server ingaan. Ik ben er nog niet precies uit hoe dat nou precies werkt. Dus er kan voorlopig even nog niemand meedoen met mijn server. Maar het is ook gewoon een beetje kloten, weet je wel. Ik vind het altijd leuk om het spel te veranderen. Nederlandse politie, Nederlandse ambulance. Ik heb het al een paar keer laten zien. Misschien ga ik er nog wel even een videootje van maken binnenkort. Is ook wel even leuk. Dan kunnen jullie een beetje zien wat ik allemaal heb lopen rotzooien de afgelopen tijd. Eigenlijk een halfjaartje geleden. Toen ben ik ermee gestopt. En later deed mijn server het niet meer. Nou, een heleboel keren geprobeerd. Elke keer lukte het niet. En nu heb ik hem op een andere harde schijf. Laat ik hem nu draaien. En nu lukt het wel. Het is in ieder geval wel zo. Hij is niet gehost op een server. Ik host hem van mijn eigen computer. En dat betekent dat je computer dus constant moet aanstaan. Want anders kan je de server niet op. Mijn computer is eigenlijk de server. Eigenlijk die hem draait. Maar ja, voorlopig kan er toch niemand op. Dus ik kan hem gewoon uitzetten. En maakt niet zo heel erg veel maakt dat uit. Want er kan toch niemand op. Het is nu een beetje. Ik ben al lekker de politie aan het schieten. En een beetje aan het rondrijden. Auto's heb ik al allemaal veranderd en zo. Dat is wel ontzettend leuk. En dat is eigenlijk waar ik de aankomende dagen weer lekker mee bezig ga. Want ik heb het wel heel erg gemist, GTA Roleplay. Ik vind dat wel ontzettend leuk om in ieder geval roleplay je eigen server hebben. Vind ik wel ontzettend leuk. Omdat je gewoon je eigen draai kan geven. En je kan bijna elke auto die in het spel zit, kan je veranderen. Dus dat vind ik wel, ik vind dat zo ontzettend gaaf om te doen.
Dus dat ben ik nou even mee bezig allemaal eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de update. Ik ben in ieder geval weer aan het werk. En ik ben weer lekker GTA aan het spelen. En ik heb nog een idee voor een leuke video op locatie. Dus er komt nog genoeg aan. Blijf geabonneerd op mijn kanaal. Want er komen nog een hele hoop leuke video's komen eraan. Je hoeft dus niet weg te zappen, want er komt nog genoeg content. In ieder geval, bedankt jullie allemaal voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En als je abonneert, moet je even het belletje indrukken voor de notificaties. Dan krijg je een notificatie als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant, jongens. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi hoi. Oh ja, en vergeet niet een likeje achter te laten. Doei.